En in Huis Asiana is vandaag het startsein gegeven voor de renovatie van 11 bad- en toiletgroepen. In 2017 heeft de bejaardeninstelling een projectvoorstel hiertoe ingediend bij het The Power to Make the Difference project, een jaarlijks initiatief van de Republic Bank van Suriname. Ose Yabini, directeur van Huizen Asiana, is blij met de ondersteuning van de bank. Asiana is een non-profit organisatie. We draaien niet op winst. En wat wij doen is, we wachten niet eigenlijk op de overheid. We kijken ook wat wij kunnen doen als organisatie vanuit onze kant. En zo proberen we samen te werken met andere stakeholders, andere organisaties die wat kunnen doen voor de samenleving. En dit is een van de organisaties, de Republic Bank, en die heeft ons bijgestaan in een van onze projecten. En zo gaan we verder kijken welke andere organisaties, met welke organisaties we kunnen werken. Dit alles alleen om de kwaliteit en de zorg voor de seniorenburgers in Huizen Asiana te verhogen of te verbeteren. Volgens planning zullen de renovatiewerkzaamheden van de bad- en toiletgroepen binnen 6 maanden worden afgerond, zegt Yabini. Jean Hussein, vertegenwoordiger van de Republic Bank, zegt dat de bank met dit project iets terug wil geven aan de gemeenschap. Het The Power of to Make the, a Difference project wordt in verschillende landen uitgevoerd. So the Power to Make a Difference really is to help with poverty alleviation, help with the development of culture, help the elderly, help youth empowerment. And those are some of the themes that we have done all across the countries that we operate in. So in coming to Suriname, we could not leave that part of our business. It's part of our business model, okay? And so we, right now I think in the press we are currently inviting projects for our next year program. So this year, we would have approved this in the last cycle for projects. And it is something that we will continue to do in Suriname to make sure that we fulfill, as we see it, our responsibility to reinvest in the people who don't have the resources and need our help. Het The Power to Make a Difference project is haar 3e jaar ingegaan. Intussen zijn er reeds 9 projecten uitgevoerd. Vandaag was het de beurt aan Huizen Asiana, waar vanmorgen het startsein is gegeven voor de renovatie van de bad- en toiletgroepen.